Over Canva en hoe jij dus prachtige content kan maken. Nou, hier op mijn scherm zo, aan deze kant kunnen jullie goed meekijken. Deze presentatie die ik heb gemaakt is overigens ook helemaal gemaakt in Canva. Dus wat je hier ziet, kan er allemaal in. It's all about process and not about perfection. Dus we gaan gewoon lekker bezig met het proces en laat je creativiteit stromen. Over mij. Nou, mijn naam is Smee van Loon. Ik ben fulltime ondernemer voor mezelf en ik ben content creator. Dat houdt in dat ik professioneel fotograaf en videograaf ben. En ik ben ook helemaal dol op social media en alles wat met content en branding te maken heeft. Mijn team maakt ook heel veel branding dingen. Nou, en ik zit dus nu ook sinds een tijdje bij het M-pop team van Simone. Ik ken haar al een tijdje en ik heb daardoor veel meer zelfvertrouwen gekregen. Ik heb gisteren ook mijn online training opgenomen over content, dus ik ben echt als een speer aan het gaan. En super fijn dat de hele community klaar staat voor alle vragen. Ik ben ook al helemaal bezig geweest met een online academie maken met poppies en divies, dus dat kan ik nu ook. Dat heb ik allemaal in de M-pop geleerd, dus dat ben ik helemaal zelf gaan doen. In één weekend stond dat eigenlijk. En super leuk, divi ook. Nou, wat we vandaag gaan leren. Dat is natuurlijk super leuk om te weten voordat we aan de slag gaan. Ik ga het met jullie hebben over waarom branding nou eigenlijk zo belangrijk is. Dat is natuurlijk niet vanzelfsprekend voor iedereen, maar dat is best een dingetje. Hoe jij zelf prachtige presentaties kunt gaan maken. Dus als je deze video hebt gekeken en je hebt een beetje gevoel voor branding, kan jij prachtige presentaties gaan maken. Hoe jij je Instagram een boost kan geven. Misschien heb je al een super mooie Instagram, maar je gaat hem echt upgraden met Canva. Dus alle mogelijkheden van Canva. Dat is wat we vandaag gaan leren. En waarom is content nou zo belangrijk? Nou, content is echt super belangrijk. Je kan je daardoor echt onderscheiden in de markt die al nu zo druk is en bezet van allerlei content van anderen. Dus een unieke uitstraling en opvallen tussen de rest. En als je alles netjes hebt, ben je echt een brand aan het bouwen. Wanneer jij iets uitstraalt, gaan mensen echt zien van, oh ja, die foto of dat quoteplaatje, dat hoort echt bij Simone. Of dat is echt typisch Esmee. Dan ben je echt een brand aan het bouwen. En je kan een hele mooie structuur voor jezelf maken als je echt een brand hebt. Zo kan je e-books gaan maken, cardex en alles in dat brand, zodat het helemaal perfect bij elkaar past. Nou, wie wil dat nou niet? En dat is dus super professioneel. En helemaal niet moeilijk. Dat is nog het allerleukste. Dus we gaan aan de slag. Ik ga jullie meenemen via deze camera hier aan mijn linkerkant met hoe we helemaal door Canva gaan. Dus zit je lekker thuis, pak je telefoon erbij of je laptop of je iPad en download de app of ga naar canva.com. Dan kan je helemaal met mij meegaan. Zie dit dus als een tutorial. Nou, dan gaan we dus naar Canva. Als je naar Canva gaat. Ik wil even uitleggen. Canva is dus een online platform waar je allemaal grafische elementen in kan maken. Je kan het dus wel vergelijken als met Adobe Photoshop of Illustrator, wat je misschien wel kent. Alleen is dat echt voor de geavanceerde gebruikers. Canva is echt een hele mooie manier als je wat beginnender bent of gewoon snel hele mooie dingen wil maken. Ik werk er nu al, nou echt al 6 jaar mee. Ik ben helemaal fan ervan. Ik heb geleerd op school helemaal met Photoshop te werken, maar mijn presentaties en hier vaak ook op kantoor doe ik heel vaak dingen nog in Canva, want het is super fijn. Nou, ik ga even kijken naar de reacties. Jee, super. Leuk dat jullie er allemaal zijn. Nou, ben je dus in Canva, zie je hier een heel mooi overzicht van het programma. Canva is zowel gratis te gebruiken als een premium versie. En zoals je ziet, zijn hier allemaal super vette templates. Je hebt de Instagram posts, de presentaties en flyers en logo's wat je kan maken. Dus wil je nog een logo maken, kan je hier ook gewoon logo's in maken. En Instagram stories. Kaartjes, social media posts, noem het maar op. Alle templates staan erin. En allemaal op het juiste formaat. Nou, als ik dan hier klik, kan ik een hele bibliotheek zien van alle designs die ik al ooit heb gemaakt. Dus mijn presentatie staat er nu ook in. En wat we vandaag gaan doen, dus ik ga jullie leren om een mooie presentatie te maken. Even alle tools door te lopen, hoe Canva nou werkt. En een Instagram post en een story.
Misschien ken je Canva al, raad ik je ook zeker aan om te kijken, om weer nieuwe inzichten op te doen of dingetjes die je nog niet kent. Ik heb heel vaak dat ik Photoshop, ik ken het, ik werk al heel lang mee, of Canva. En toch als ik wel eens een tutorial kijk, kom ik echt achter dingen dat ik dacht van, oh, waarom wist ik dat niet eerder of zo? Dus laat je gewoon inspireren. Nou, gaan we als eerst naar de Instagram story. Nou, boven in deze balk typ ik dan Instagram in. En dan zie je hier al heel mooi staan, de post staat klaar, de stories staan klaar. En ook allemaal gewoon gelijk in het juiste formaat. Nou, dit is echt geweldig. Dit is ook helemaal mijn stijl overigens, maar je kan het helemaal in je eigen stijl, dus in je eigen branding, in je huisstijl gaan maken. Maar ja, dat wilde ik jullie nog laten zien. Hier heb je de branding kit. Dus heb je al een super vette huisstijl, je moet daar wel voor upgraden. Kan je hier je logo inzetten, je lettertype en je fonts en je kleuren. Dus je kan gelijk gebruik van maken. Doe dat vooral, want dan heb je dus alles in je eigen branding. Nou, gaan we dus nu weer naar de Instagram. We gaan naar de stories. Nou, hier heb je dus waar we net waren weer alle mooie templates. Er zitten ook veel bewegende en animerende dingen in. Raad ik je zeker aan. Als er iets beweegt in het beeld, is het voor het menselijk oog heel interessant. Omdat er iets getriggerd wordt in de hersenen, waardoor ze blijven kijken. Dus maak zoveel interactief als je kan. Dat ziet er gewoon super vet uit. Hier zie je dat ook. Er bewegen wat kleine gifjes en daar gaat je aandacht gelijk naartoe. Helemaal niet moeilijk. Zijn allemaal al gemaakt. Je hoeft niks te animeren. Nou, je kan natuurlijk ook gewoon een blanke story maken. Daarvoor gaan wij vandaag even. En Ivo zei net, misschien is het leuk om aan de kijkers te vragen van, wat zal ik maken? Dus als jullie een idee hebben, nee, ik moet mijn bril opzetten, dan zie ik het niet. Dan kan ik even kijken als jullie wat leuke tips hebben. Welke app hebben jullie gekozen? Het is de Canva app. Leuk als de app aan het downloaden is, super. Maak lekker je account aan. Dat super vet, dat is echt al een hele goede eerste stap als je gewoon nu Canva gaat downloaden. Echt, er gaat een hele wereld voor je open. Een logo. Oké, ga ik kijken. Neem ik mee. Dat is wel weer iets heel anders. Dus ik ga eerst even dit doen. En daarin kan ik wel een logo verwerken. Edit heet ze. Nou, wat je heel vaak ziet zijn dit soort plaatjes. Dit kan je dus allemaal erin zetten. En je kan de lettertypes veranderen en de kleuren. Maar we gaan dus nu even beginnen met een blanke pagina. Zoals je hier linksbovenin ziet, zie je alle templates. Je kan dus ook zoeken op templates, bijvoorbeeld cute of minimalistisch. Gebruik wel Engelse zoektermen. En dan heb je hier de foto's. Canva heeft ter beschikking een hele online bibliotheek van allemaal foto's. Zowel gratis foto's als betaald. En dat, soms kan je wat foto's betalen en dat kost ongeveer $1 of zo als je een hele vette foto hebt gezien. Daarvoor is wel weer handig om een creditcard te hebben, zodat je dat kan aanschaffen. Je kan daar ook zoeken op een onderwerp, bijvoorbeeld bloemen. Nou, dan krijg je allemaal mooie bloemen. En hier zie je dat kroontje, dat betekent dus dat de foto's pro zijn. Nou, zoals je hier ziet, deze kosten dus €1. Superleuk. En je kan ook altijd naar Pixabay gaan. Dat is een online een platform waar je allemaal gratis foto's vandaan kan halen. Nou, dan hebben we hier de elementen. Zoals je ziet heb je van allerlei leuke stickers en plaatjes en vormen die je allemaal gewoon drag and drop zo hoep, erin kan slepen en kan gebruiken. Nou, hier zo zie je dus allemaal dat er een achtergrondje in zit. Dat betekent dus dat je daar een foto in kan zetten. Dus mocht je het lastig vinden om een ronde foto te maken, dat hoeft niet meer, want dat is nu super makkelijk. Dus, nou hop. Heb je een ronde foto? Of je wil twee foto's naast elkaar? Pak je weer, ga je naar je foto's. Heb je twee foto's naast elkaar? Super easy. Nou, verwijderen allemaal gewoon. Backspace en dan heb je het weer verwijderd. Nou, dus allemaal vormen ook. Wees dus echt creatief. Je kan er van alles mee doen. Je kan vormen op elkaar zetten. Je kan de kleuren veranderen. Noem het maar op. Nou, gaan we hier naar tekst. En het leuke is, je hebt hier al van allerlei leuke teksten klaarstaan. Je kan hele mooie titels opmaken. Zoals je hier ziet, zijn er al heel veel mooie titels klaar. Ik vind het altijd echt leuk, want ik ga er gewoon altijd mee spelen. En denk, oh, die er even in. En dan typ ik wat. En nou, zal het even proberen. Love and joy. En dan denk ik, nou,
Ik hou bijvoorbeeld wat meer van de kleur rood. En dan kan je hem gewoon rood maken of je kan hem dik gedrukt maken. Oh, dat kan bij deze niet, zie ik bij dit lettertype. Maar daar kun je gewoon allemaal mee spelen. Je kan het groter maken en kleiner maken. Dus dat is dat. Muziek. Als je je hele story af hebt, bijvoorbeeld met allemaal mooie dingen, dan kan je er ook muziek onder zetten. Het is allemaal gewoon copyright free muziek. Dus die kan je gewoon allemaal gebruiken. Drag and drop en je muziekje staat eronder. Als je hem downloadt, dan gaat de muziek gewoon afspelen. Je kan er ook heel veel vette video's op zetten. Dit is echt super tof. Ik heb net al met jullie gehad over van maak je content interactief. Dat doe je vooral door middel van video's. Ik ben ook helemaal fan van video's. Dus je kan ook op onderwerpen zoeken. Doe je iets met yoga bijvoorbeeld? Kan je hier yoga zetten. En dan kan je hele vette yoga video's maken. En die gaan ook vanzelf afspelen. Je kan hier even een voorbeeldje klikken. Dan kan je even kijken, vind ik hem zo leuk staan of moet hij nog wat naar onder? En dat kan je hier allemaal op de playbutton klikken. Nou, achtergrondjes, hup, achterzetten. Echt helemaal niks moeilijks aan. Gewoon slepen en leuk. Nou, marble printje leuk. Ik doe het nu even snel, maar als ik gericht ga kijken, ga ik helemaal kijken, oh, is die kleur mooi? Bijvoorbeeld dit is dan tof. En dan pak je bijvoorbeeld hier een tekstje en die zet je er dan zo onder en dan zet je... Yoga zet je dan erin. En dan hier zet je webinar of zo. Nou, dan zie ik al, dat past niet helemaal lekker. Dus dan ga ik daar altijd helemaal een beetje zo mee spelen. Je moet er gewoon echt gewoon mee spelen en zoeken. Nou, hier zijn dus je uploads. Hier kan je dus al je eigen foto's en video's kan je erin uploaden. En die kan je ook weer slepen en plaatsen. Super makkelijk. Nou, folders, mocht je al een PDF hebben of andere bestanden, kan je die ook allemaal uploaden en gebruiken. En heb je nog een puntje more. Voor apps die je daarin kan gebruiken of GIFs, Giphy's. Misschien kennen jullie dat wel, dat zijn de GIFjes. Helemaal in nu, nieuwe trend van 2020. Dan kan je naar de Giphy website en kan je GIFs die je eventueel misschien zelf al hebt opgenomen, kan je erin zetten. Ga daar eens naar kijken, raad ik je zeker aan. Heel veel mee mogelijk. Nou, dat is dan bijvoorbeeld de Instagram story. Nou, je kan hem bekijken. Er zit iets interactiefs in nu. Het yoga webinar. En dan kan je hem downloaden hier. En je kan verschillende bestanden altijd aankiezen. Dan kan je kiezen voor de JPEG, PDF, PDF print, video, GIF, waar het net over had, of animatie. Die zijn wel premium. En dan download die gewoon. Super makkelijk. Als jullie vragen hebben, laat maar weten. Ik ga even naar de vragen. Kun je ook een kleurenpalet aanmaken in de onbetaalde versie? Ik zou heel even kijken. Ik dacht van niet. Ik zie dat dat kan. Ja, dat kan. Dat zit dus in je brandkit. Nou, zoals je hier doet, moet ik ook echt even trouwens gaan doen. Kan je je hele kleurenpalet gewoon maken. En dan kan je die, als je naar je ontwerp gaat. Ik ga naar mijn ontwerp terug. Kan je die dus bij je kleuren zien. Dat is heel handig. Zo zie je hier nu mijn kleurenpalet aan deze kant. Omdat ik die in mijn brandkit heb gezet. In de homepagina. Dus dat kan. Een post over nieuwtjes of zo. Dat kan je ook al helemaal maken. Ik heb er een flyer mee ontworpen. Maar het is eigenlijk helemaal niet mijn eigen stijl. Daar ga ik mee aan de slag. Beste upgrade en betaalde maken... Ik zou eerst eens aan de slag gewoon gaan met de gratis versie. Want daar kan je echt al ontzettend veel mee. En als je vastloopt, ga dan naar Pinterest. En zoek gewoon op Canva ID's of Flyer ID's of designs. Zo kan je heel veel mogelijkheden opzoeken hoe je het mooi kan maken. En het is helemaal niet erg om een ander ontwerp een beetje dat je gaat kijken van... Nou, zus of zo wil ik het. Dat is alleen maar goed. Nee, het kleurenpalet maken is gewoon gratis. Ik zou altijd de JPEG downloaden. Dat is gewoon helemaal prima. Dus gewoon het JPEG bestand. Dus we hebben dan nu de story gemaakt. En dan kun je gewoon het JPEG bestand downloaden. Dus hier heb je dan downloaden. En dan kies je voor de JPEG bovenin. Small file size image.
En dan kan je hier nog klikken welke pagina je wil. De eerste of de tweede. En eventueel grote. Daarvoor moet je dus wel de premium hebben. Maar dit is helemaal prima, want het is 1080. Dat is een bestandswaarde. Dat is helemaal goed. En dan kan je hem downloaden en gebruiken. Wat ik dan doe als je een Apple gebruiker bent, kan je met AirDrop de foto's van je computer naar je telefoon sturen. Maar je kan ze ook gewoon direct uit de app halen als je die op je telefoon hebt gedownload. Voor video-inhoud zou ik gewoon, even kijken wat er staat, gewoon de videoformaat downloaden. Dat is gewoon de MP4 heet dat. Dat staat gewoon bij video. Ik vind roze met zwart super leuk, maar wat adviseer jij als je doelgroep toch ook wel mannelijk moet zijn? Ja, lastig heb ik zelf ook heel erg tegen aangelopen. Ik wilde heel graag een zakelijke uitstraling, omdat ik ook het mannelijke publiek wilde aanspreken. Maar eigenlijk werd ik er zelf helemaal niet blij van. Dus het is super belangrijk dat je ook zelf blij van je branding wordt, want dat werkt het beste. En je hebt dus nu roze met zwart. Misschien is het dan tof om nog hard blauw erbij te voegen. Dus niet blauw-blauw, zoals hier ziet. Maar bijvoorbeeld deze blauw. Want wat zakelijker en mannelijkere blauw. Dat zou wel mooi zijn, denk ik. Ligt er ook aan natuurlijk wat voor roze tint je hebt. Want er zijn heel veel roze tinten. Welke app is dit? Dit is de app Canva. Dus dat is C-A-N-V-A. Nou, ga ik verder. Ga ik met jullie een quoteplaatje maken voor Instagram. Gaan we naar de Instagram post. Dus, mocht je al een branding hebben, een Instagram account, kan je hier heel veel mooie Instagram plaatjes in maken. Je moet natuurlijk naar je content planning kijken als je deze al hebt. Zo kan je bijvoorbeeld op de maandag een quoteplaatje gaan maken en op de dinsdag doe je een lifestyle post die je leuk kan opmaken, zoals hier links onderin. En op de woensdag doe je weer een video, donderdag niks, vrijdag weer een quote. Echt, je kan het super mooi maken dan. En je kan in Canva alles helemaal mooi onder elkaar zetten en kijken of het helemaal top bij elkaar werkt. Wat ik overigens daarna zelf doe, is dat ik naar Planoly, dat is een ander platform, ga om mijn content in te plannen en te kijken of het ook allemaal netjes naast elkaar staat. Maar begin eerst even rustig met Canva. Want het is al heel veel informatie op zich. Nou, je kan hieruit ook weer kiezen uit ontzettend veel leuke templates. Dus anders ga je gewoon een leuk template kiezen waar jij je Instagram mee kan gaan maken. En of je gaat zelf wat maken, kan ook. Dat is helemaal stoer. Nou, we hebben nu bijvoorbeeld een blanke achtergrond. Ik vind het altijd wel leuk om voor een leuk kleurtje te kiezen of een achtergrond. Zoals je ziet is deze betaald en heb je ook weer de gratis versies. Nou, bijvoorbeeld een foto. Ik ga een Instagram, ga deze foto plaatsen, want daar wil ik graag wat over vertellen. En dan ga ik naar de teksten. En dan ga ik hier bijvoorbeeld bijzetten videotips. Nou, zoals je ziet is hij nu nog niet heel lekker leesbaar. Dus ik maak hem even in het wit. En ga gewoon lekker slepen. Het is een lastige foto, zie ik, want er gebeurt ontzettend veel op. Waardoor het lastig is om de tekst te lezen, dus plaats ik er vaak graag een balk onder. Maar hier ook word je steeds makkelijker in hoe vaker je dit gaat doen. Dan ga je er een beetje mee spelen en leren wat nou branding is. Het is voor mij nu ook wat lastig, omdat ik niet helemaal mijn gedachten erbij kan hebben. Normaal ben ik dit allemaal heel rustig aan het doen en bekijken. Nou, die kleur groen is dan niks voor mij. Dus dan kan ik dat aanpassen naar wat ik mooi vind. Hij doet ook altijd fotokleuren eruit pakken. Dus wat gerelateerde kleuren die in je foto zitten. Zodat dat weer heel mooi matcht met je ontwerp. Dus dat doet hij al helemaal zelf. Nou, pak ik voor nu even deze. En dan dit onderste mag weg van mij. Nou, dat heb je dan zo weg. En dan kan je dit bijvoorbeeld erin zetten. Hier heb je nog allemaal leuke stickertjes die dus bewegen. En die kan je dus ook allemaal gewoon in gaan zetten. Nou, kijk, die sterretjes. Dat is super tof. Want het is weer interactief en trekt de aandacht van je volgers. Super makkelijk. Ik heb nu heel snel wat gemaakt. Maar zo kan je het zo uitgebreid maken als je zelf wil.
Ik hoorde net iemand vragen, hoe kan je nou een logo maken? Nou, er staan al heel veel logo designs in die er al zijn, zoals je ziet. Dus dan kan je alleen bijvoorbeeld de titel veranderen en gebruiken. Maar zelf kan je hier niet een logo in maken, maar vooral met de templates die er dus al beschikbaar zijn. Dus dit vind ik echt heel tof. Bijvoorbeeld kan je dit allemaal veranderen. En je kan hiervan ook weer helemaal lekker de kleuren veranderen. Dus mocht je nog op zoek zijn nog, voor een logo, of je wil wat leuke logo's maken bij je e-books, dan kan je hier gewoon ontzettend veel toffe logo's vinden. En dat is allemaal in goede resolutie aanwezig. Je kan dus ook kaartjes maken, je social media posters wat we net hebben gedaan, LinkedIn banners, posters, gewoon losse video's voor social media. Maar ook werkboeken. Ik zal even kijken of de e-books er ook in staan. Staan er ook in. Dus mocht je een e-book willen maken voor je online programma, kan je dat hier ook helemaal in maken. Ik heb nu even het template september aangekozen. En zoals je ziet, dit is echt vet, kan je gewoon helemaal zo je e-book maken. Je hoeft helemaal niks moeilijks te doen met InDesign of iets als je daar niet handig in bent. Maar kan gewoon allemaal in Canva. Hoe heet de planningstool? Ja, Planoly heet dat, maar je hebt ook Hootsuite, je hebt heel veel tools. Dat kan je allemaal zoeken op planning tools of platformen als je gewoon op Google zoekt. Zijn wel allemaal bijna betaald, ligt eraan hoeveel je wil inplannen. Dus iemand zegt al via Hootsuite kan je dat doen. Als je het zelf plaatst, klopt inderdaad, heb je altijd meer bereik, maar het valt wel mee. Waarom zijn gedownloade Canva-afbeeldingen die ik op Facebook plaats vaak onscherp? Ga ik laten zien. Dat komt waarschijnlijk omdat je hier de size-knop, daarvoor moet je dus upgraden, dat je die op 1 hebt staan. Als je de premium koopt, dan kan je hem hoog zetten. Dus kan je hem naar 3, naar 2, 3 of 4 zetten. Ik zou heel veel naar de Canva gaan van Simone, dan kan ik jullie dat laten zien. Ga ik even uit mijn eigen, want Simone heeft de premium versie. Kijk. Nou, ik maak voor Simone altijd podcastplaatjes. Dus dat maak ik hier allemaal in. En dan ga je naar downloaden. En dan kan je hem hier, zoals je ziet, kan je hem hoger zetten. Je kan ook transparante achtergronden aan klikken of bestanden comprimeren. Alles wat je wil is mogelijk. Dus als je hem dus upgrade en groter zet, is hij niet meer onscherp. Kun je ook selecteren op gratis? Ik loop vaak heel veel elementen of zo door. En dan moet je telkens kijken of je voorkeur wel gratis is. Ja, dat klopt. Dat kan je wel gelijk onderaan zien bij de afbeeldingen. Dus hier zie je gelijk van pro of free. Dus dan zie je gelijk wat gratis is of niet. Wat is je ervaring als je via Canva drukwerk bestelt? Supergoed. Ik heb in Canva verschillende roll-up banners gemaakt. En die heb ik bij drukwerkdeal geprint. Dat waren hele grote roll-up banners voor Devoted vorig jaar. En die waren echt super scherp. Nu moet je wel natuurlijk rekening houden dat je afbeelding ook scherp is die je gebruikt. Want dat ligt natuurlijk niet bij Canva. Maar je moet wel zorgen dat de resolutie van je afbeelding of de logo's die je op gebruikt goed zijn. En alle grafische elementen die je in Canva gebruikt, als je hem dus goed opslaat, zoals ik laat zien, in het grote bestand gaat het altijd goed. Je kan ook altijd contact opzoeken met de bedrijf waar je drukt. Die help je daar ook altijd mee verder, dat jij het goede resultaat aanlevert. Ik gebruik de app Later. Ja, klopt. Die is ook heel fijn. Die ken ik ook. Ik zou even kijken wat het kost. Dat weet ik zo niet uit mijn hoofd. Volgens mij was het iets van 10 euro per maand. De premium. Zo even kijken. Nou, hier heb je gratis. 9 euro voor de pro. Nou, nog mooier. 9 euro. Of 12 euro per gebruiker per maand. Of nou, 9 denk ik ongeveer. Hoe kun je foto's in toevoegen? Foto's kun je uploaden hieronder in de upload tool. Dan ga je naar een afbeelding of video uploaden. En dan ga je naar je downloads. En dan pak je de foto of het bestand wat je wil. Klik je op uploaden en kan je hem, nou dan gaat hij even laden hier in de balk. En dan kun je hem gewoon lekker gebruiken.
Nee, dat is inderdaad niet duur, nee. Voor alles wat je krijgt, bijvoorbeeld Adobe is echt super duur per maand of per jaar. Ik zie dat je ook de Engelstalige versie gebruikt. Ik heb onlangs geswitcht. Dit heeft nog meer opties dan de Nederlandstalige. Klopt, volgens mij op die van Simone staat die op Nederlands en die van mij op Engels. Nu gebruik ik niet alles omdat ik ook heel vaak in Adobe werk. Maar mocht je tegen wat dingen aanlopen dat je meer wil, switch dan, zoals deze tip hieronder, switch dan naar de Nederlandstalige. Want daar kan je dus blijkbaar nog meer mee. Kijk, volgens mij heb ik al deze vragen behandeld. Ga ik nog even kijken of ik nog wat kan laten zien. Even kijken wat ik allemaal voor Simone heb gemaakt. Heel veel verschillende dingetjes. Nou, ik maak hier ook alle ads bijvoorbeeld. Heel mooi in het Instagram-formaat. Maar ook hier maak ik weer gebruik van de e-books die ik erin kan zetten en de titels. Kijk, dit ziet er echt super vet uit. Heel professioneel. De branding straalt goed uit. De foto's van Simone zijn goed te gebruiken. Zorg ook dat je een rustige achtergrond op de foto's hebt, zodat je er veel grafische elementen bij kan zetten. Ontzettend tof dit. Ik maak er zelf ook vaak snel stories in en zo. Heel fijn. Ik zie dat je, even kijken. Weet alleen niet hoe ik in Canva transporteer naar later.com. Ben nu telkens aan het plakken en knippen. Ik krijg ook niet de gifjes naar Insta. Hoe doe ik dat? Dat zou aan verschillende dingen kunnen liggen. Het ligt er misschien aan hoe jij je bestand exporteert, dus opslaat, heet dat. Dus misschien heb je hem niet in het goede bestandsformaat opgeslagen. Kijk even goed of je hem in een JPEG of een PNG hebt en niet in een, ik zou niet weten wat je dan, maar het zou kunnen dat je een verkeerd bestand hebt opgeslagen en dan kan die niet naar later. Of probeer eens een screenshot te maken en dan te uploaden. Dan doen de gifjes het niet, want je zegt ik krijg ook niet de gifjes in Insta. Bedoel je dan bijvoorbeeld dat je gifjes hebt gemaakt in Giphy en die wil je op je Instagram Stories? Dat duurt altijd sowieso een paar dagen als je ze uploadt. En misschien heb je niet de juiste hashtags nog bij Giphy erbij staan, zodat je ze niet kan zoeken. Bij gebruik van eigen foto's wordt de resolutie of de bestandgrootte dan automatisch aangepast. Ja, de resolutie wordt aangepast, die blijft gewoon goed. Maar je kan zelf je bestand zo groot, de bestandsgrootte opslaan zoals je zelf wil. Dus je kan een klein bestand opslaan of een heel groot bestand. En je kan ook zelf kiezen wat voor bestandsformaat je wil. Kun je ook de achtergrond met een foto aanpassen? Dus de foto uitzenden. Ja, kan ook allemaal. Kijk, hier klik ik twee keer. En dan kan je de foto aanpassen hoe je wil. En hier heb je ook bijsnijden. Dus je kan hem helemaal. Er is zoveel. Het is zo ontzettend veel wat ik erover kan vertellen. Er kan zoveel in. Nou, je kan hem helemaal in croppen en bijsnijden. Kan allemaal. Helemaal leuk dat je straks terugkijkt, Brenda. Kun je ook lange video's voor IGTV hiermee bewerken? Volgens mij kan dat ook allemaal. Je kan zelf de duration, dus de lengte van de video's, kan je. Naar smaak aanpassen. Dankjewel voor dit super fijn. Fijne webinar. Dankjewel. Oh, was leerzaam nu snel. Nou, sporten. Oké, ja, ik hoop dat dat ook het probleem is waardoor je nu dan de bestanden in Later kan gaan gebruiken. Als jullie nog vragen hebben of nog iets wil leren, laat maar weten. Ik heb ondertussen al heel veel webpagina's opengezet, zie ik. Als ik een standaard foto op Instagram uitkies, dan zijn er bijvoorbeeld drie verschillende tekstvlakken. Om hier de tekst erin te schrijven, kun je het tekstvlak toevoegen. Ik doe het op mijn iPhone, dus misschien zit hier dan de optie niet in. Even denken hoor. Drie verschillende tekstvlakken om hier de tekst erin te schrijven.
Als het goed is, ik zal even meekijken op de... Volgens mij heb ik ook Canva op mijn telefoon. Ja, ik ga even meekijken. Volgens mij kan je gewoon de tekstvlakken toevoegen zo vaak je wil. En er tekst in schrijven. Ik heb hem nu op mijn telefoon. Roze. Hier onderin, als je op het plusje klikt op je telefoon, kan je hier tekstvlakken toevoegen. En kan je nog weer op het plusje klikken en nog een tekstvlak toevoegen, lastig woord. En zoveel pagina's als je wil of dingen. Dus dat kan allemaal. Dus volgens mij zijn alle opties in de iPhone er ook. Hier, zoals je ziet, scroll je naar rechts. Vormen, stickers, logo's. Kan je allemaal ook gewoon hup met je telefoon groter, kleiner zetten. Dus dat kan je allemaal gebruiken. Heel gek, mijn Canva is bijgewerkt. Oh. Welke opties gebruik je voor het e-book? Nou, voor het e-book zou ik persoonlijk gebruiken van gewoon de e-book, heet dat. Even kijken. Dan moet ik hem even met de hoofdletter e-book cover had ik net. Hier heb je verschillende e-book formaten. Het zijn gewoon werkboek formaten. Kijk of je ook werkboek hebt. Werkboeks heb je ook. Je kan ook op zich het bestand flyers gebruiken. Daarmee kun je gewoon prachtige e-books maken. Waar kun je de gemaakte bestanden het best in bewaren? Hoe doe jij dat? Bedoel je dan in welk bestandsformaat? Ik doe ze altijd in JPEG. Als je gewoon afbeeldingen gebruikt en grafische elementen. PDF kan ook wat je wilt. Ligt eraan waarvoor je het gaat gebruiken. Maar ik raad gewoon JPEG aan. En daarna sla ik ze gewoon op mijn computer of op de Google Drive. Heb je tips om makkelijk bestanden van je iPhone naar een Windows computer te krijgen? Ja, even denken. Je hebt de Google Drive. En Google is van Windows volgens mij. Dus als je gewoon de Google Drive gebruikt, dat is een app op je telefoon, kan je downloaden. Dan download je ze daarin. En dan kan je ze naar je iPhone krijgen. Wat nog makkelijker is, een beetje een lui trucje. Ik app mijn zusje heel vaak bestanden door via WhatsApp Web. Dus dan ga je op je Windows computer of op je iPhone via WhatsApp. WhatsApp moet je niet de afbeeldingen sturen, want dan comprimeren ze klein. Maar het paperclipje toevoegen en dan blijft het bestand gewoon in de goede waarde. Dat is heel makkelijk, maar je kan ook gewoon Google Drive gebruiken. Kun je in Canva een video maken van een aantal foto's? Jazeker. Ga ik even laten zien. Super vet. Nou, hier heb ik een video. En even kijken. Nou, een aantal foto's. En dan moet je even kijken hoor. Dat is wel, video's maken zijn altijd lastigere dingen. Dat is niet allemaal zo 1, 2, 3 gedaan. Even kijken. Bijvoorbeeld als je hier dan allemaal, of in welk formaat je het wil, gewoon de foto's inzet. En dan ga je hem opslaan hier als video. Dan gaat hij dus steeds naar de verschillende slides. Dus dan kan je hier dingen in laten bewegen en doen. Ik weet er nu zelf niet genoeg over om dat jullie te vertellen. Daar moet ik dan helemaal even induiken. Video is best een lastig ding. Dan moet je wel even goed weten wat je doet. Heb je een tip om makkelijke bestanden van je... Oh, dit had ik net gelezen. Kun je films ook mooi verwerken in een story of ander moois? Jazeker. Dus ga ik even bijvoorbeeld naar mijn telefoon-app weer. En dan gaan we naar Canva. En dan gaan we hier, gaan we even uit dit templateje wat ik heb gemaakt. En dan gaan we naar Story. En dan gaan we even naar Lege. En dan klikken we hier aan Video's. Nou, je kan je eigen video's, ik had net een story opgenomen dat ik hier de webinar gegeven. Die kan je helemaal leuk inzetten. Maar je kan ook weer van de stokfoto's of de stokvideo's gebruik maken. En dan kan je hier weer een leuk kleurtje als achtergrond. Oh, dat is niet als achtergrond. Dat moet je weer helemaal instellen. Hier kan je altijd trouwens gewoon terugklikken. Dus dan klik je terug. Oh, ja. Hier kan je video dus inzetten. Dat zagen jullie net niet. En dan heb je hier ook filters.
Heb je hier ook filters hoe je telefoon kan bewerken, transparantie, kleuren. Maar je kan hier ook weer de tekst opzetten in je telefoon. Dus zo kan je een superleuke story maken op je telefoon, super makkelijk. Als ik in de App Store kijk, Apple, zie ik ook een app Canva IG Stories en Video's. Heb je daar ervaring mee? Nee, heb ik niet. Ik zal even meekijken. En dan ga ik naar Canva. Zal ik even kijken. Oh ja, ik zie het inderdaad. Nee, die ken ik nog niet. Hele goeie. Ik neem aan dat het ongeveer hetzelfde is wat je hier ook in kan, maar dan helemaal gemaakt voor dus de Instagram Stories en de IGTV's. Met dezelfde werkwijze, gewoon als Canva.com. Ik zie inderdaad, je kan daar heel veel mooie stories mee maken, makkelijker. Het is echt helemaal ingericht voor je Instagram. Je kan er ook mooie highlights van Instagram maken, er zitten veel icoontjes in. Eigenlijk hetzelfde wat je op de browser kan van Canva. Dus zeker downloaden en gebruiken. Dat heet dus Canva IG TV Stories. Kijk even in de App Store. Nou, als er nog wat vragen is, anders ga ik zo het webinar afsluiten. Hoe heet die app? De app heet... Ik zal het even laten zien... Kijk, de app heet Canva IG Stories en Video Maker. Daar kan je dus prachtige Instagram stories maken. Maar ook voor LinkedIn natuurlijk, want op LinkedIn heb je nu ook stories. Echt heel vet. Dus hier kan je echt ontzettend veel toffe dingen mee doen. Daar kan ik een hele dag nog wel over praten, wat je daarmee kan doen. Dus ga er ook lekker mee kijken en Canva. Ja, klinkt ook heel erg leuk. Ik ga hem even openen. Zal ik even snel een kijkje nemen. Nou, dit is dus de app. Nou ja, zoals je ziet lijkt het heel veel op Canva.com. Dit soort dingen zijn heel erg in. Dus daar kan je ook helemaal mee spelen. Ook weer allemaal templates die voor je klaarstaan met foto's. Ik werk heel veel met andere apps. Het lijkt eigenlijk allemaal heel erg op elkaar. Nou, je kan je eigen afbeeldingen en kleuren weer aanpassen. Maar echt helemaal ingericht voor de stories dus. Super tof. Heel mooi overzicht. Ik ga daar ook zeker mee aan de slag. En ook voor Facebook natuurlijk. Ja, klopt. Ik heb die op automatisch staan dat die uploadt. Nou, heel erg leuk. Ik wil jullie heel erg bedanken. Ik zet mijn bril weer af. Voor het kijken. Ik raad jullie heel erg aan om lekker hiermee aan de slag te gaan thuis. Op je computer en op Instagram. En het allerbelangrijkste met je content is dat je consistent blijft. Dus blijf gewoon uploaden en blijf goede content maken. En echt waarde geven aan je volgers en kijkers. Want daardoor gaan ze jou volgen. En als jij nu gebruik maakt van Canva en daar de waarde in te zetten. Ga jij level up met je Instagram. En ga er gewoon rustig mee spelen. Zorg wel dat het overzichtelijk blijft en dat er structuur in zit. En dat het gewoon professioneel eruit ziet. Dus mooi in een brand. En dan gaat het vast helemaal goed komen. Mochten jullie het leuk vinden, stuur lekker alle mooie stories naar mij toe. Dan kijk ik lekker mee of als je nog vragen hebt, laat maar weten. Ik ben heel erg benieuwd wat jullie allemaal gaan maken. En wat voor e-books jullie gaan maken of headers. Ik hoop dat jullie heel veel hebben gehad en dat er een wereld voor je open ging. En heel veel succes met alles. En dan tot ziens. Hele fijne avond nog. Doei doei!